Goedemorgen. Dag 26. Het is 2:00 in de nacht. 300 meter, ga bij de rotonde recht door naar Caletera Villa Nova. Het is hier noodweer in het Sitges. Ik ben het zo zat, die regen en al die ellende. Ik denk onweren en ik ben bijna weggespoeld daar zo. Ik stap in de auto en ik ga rijden waar het droog is, want ik word er helemaal niet goed van. Ik ben het echt zat dat die regen. Liggen me hier een partij plassen op de weg. Ongelooflijk. Ik denk dat er wel 30 centimeter water op sommige plekken staat in bepaalde kuilen. Wat een weer, jongens. Nou, ik rij nou even door een hele lange tunnel heen, dan regent het even niet. Jongens, wat een weer. En een onweer. Nou, ik ben niet gauw bang, maar wat een klapper zeg. Niet te zuinig. Ik denk wegwezen hier zo. Ik had er geen aardigheid meer in. Dus dat mooie weer wat ze hadden voorspeld, dat blijft gewoon weg. Het blijft code rood hier. Met enorme regen- en onweersbuien. Ja, dat moet je niet willen. Wegwezen. Ik ga lekker weer naar Vive la France. Kijk, en een andere reden om vroeg te vertrekken nu is... ik kan nu lekker doorrijden. Ik heb geen last van vrachtverkeer. En geen files. Dus ik kan nou zo in één keer doorrijden naar Frankrijk. Zonder dat ik... als het goed is, heb ik geen oponthoud. Tegen dat het licht wordt, ben ik hopelijk alweer een stukje in Frankrijk. Jongens, wat een noodweer. Frankrijk. Blijf 9 kilometer doorrijden. Net de grens gepasseerd. Ja, het blijft bar en bar slecht weer. Goedemorgen! Ja, het is inmiddels 9:00 en ik heb er 536 kilometer op zitten. Ik moet er nog 496. Ik weet niet of ik dat haal, maar dat zie ik wel. En ik ga naar de tuin van Frankrijk. Inmiddels ben ik al een tijdje Spanje uit. En
ik zit nu in de buurt van Toulouse. Dus ja, ik denk dat dat nog een kilometer of 40 is, denk ik. Ik weet het niet precies. Maar in ieder geval, als ik nou zo weer aan het rijden ben en denk van wat deed ik in de Spanje, want wat is het toch een mooi land in Frankrijk. Dit is echt mijn land. Frankrijk is mijn land. Ik ben echt een francofiel. Ik vind het zo mooi hier zo. En ik vind de mensen vriendelijk. Maar zijn die Spanjaarden ook wel vriendelijk? Daar gaat het niet om. Maar ja, ik hou van Frankrijk. Dus ik zal jullie even weer, het is nou inmiddels licht, dus, oh ja trouwens, het niezet nog een klein beetje, maar ja, ik weet niet of het of de regen nu, maar ik heb dus 540 kilometer in de regen gereden. Nou, daar word je helemaal gek van, ik denk, ik was het zo zat. Wegwezen. Nu miezet het nog een beetje. En het is hier sowieso ook nog heel erg zwaar bewolkt. Dus ik moet hier ook niet wezen. Ik moet gewoon uit dat regengebied. Even getankt. Ik hoef er nog niet echt te tanken, maar ik denk ja. Over 600 meter ik had 563 kilometer gereden. Dus ik denk, laat ik hem volgooien en dan hoef ik er tot mijn bestemming niet meer naar te kijken. Kijk, de binnenlanden van Spanje die zijn veel ruiger. Kijk, dit is allemaal meer gecultiveerd natuurlijk. Dat wel. Ja, ik vind, ja, op een of andere manier, ik weet het niet. Ik vind het gewoon gezelliger. Ik weet het niet, maar wat het is. Ik kan het niet verklaren. Zo, ik zet hem hier even langs de kant, want ik ben het even zat. Zo, even de oliepeil en de koelvloeistof gecontroleerd, dat is allemaal perfect. Dus ik kan weer. Zo, we rijden weer. Net even de oliepeil gecheckt en de koelvloeistof, nou, dat was allemaal keurig netjes in orde. Ik heb deze reis 1 keer een half liter olietje, half liter olie bij moeten vullen en dat is eigenlijk alles. Dus,
ben ik heel tevreden mee. Dus, ik heb zelf ook even een break gehad, even anderhalf uur geslapen. En ik ben nu weer helemaal fris en fruitig. Dus dat was wel even lekker, even een pitstop. En ik heb nu nog net even wat eten en dingen gepakt. Dus dan kan ik onderweg nog wat eten. Ik moet nog 4 uur en 35 minuten. En ik kom op de plaats van bestemming aan om 5:30. Als het goed is. 400 kilometer. Maar ja, aan de andere kant, het regent wel weer. Voor de zoveelste keer. Nou ja. Ik hoop dat straks afgelopen is. Cahors, dat is ook wel bekend van de wijn. Daar komt lekkere wijn vandaan. Is er uit de hele streek, de Cahors-streek. Er komen prachtige rode wijnen vandaan. Nou, daar rijden we dus nu doorheen door dat plaatsje. Cahors. Dat is het voorste gedeelte dan. Over 500 meter neem op de rotonde de derde afslag naar de D820. Zo, het water staat behoorlijk hoog in de Dordogne. Kijk, toen ik vanmorgen langs Perpignan reed, nou, alles was overstroomd daar. Dus het noodweer had daar goed, was goed aan het huishouden daar.
kijken. Ik zie hier rechtsboven de hoek gewoon 13 graden. Dus. Over 300 meter gaan wij de rotonde rechtdoor naar de D820. Dus het is helemaal niet verkeerd, 13 graden. Nou, het laatste stukje snelweg. En dan nog een stuk binnendoor. En dan heb ik er 1032 kilometer op zitten. Maar ik ben nog fris en fruitig. Ik heb op zich geen hekel aan autorijden. Dat doe ik best graag eigenlijk. Dus. En die break van, die ik gehad heb van anderhalf uur, dat ik anderhalf uur even geslapen heb. Dat heeft me wel goed gedaan. Want ik heb eigenlijk vanaf dat ik naar bed ben gegaan eigenlijk heel slecht geslapen door het slechte weer en die onweer. Dus veel slaap had ik niet gehad. Nou ben je natuurlijk wel uitgerust, want ja, wat heb ik gedaan? Ja, niks. Als je een beetje op vakantie vieren bent, dan ben je natuurlijk aardig uitgerust. Dus. Op zich is het helemaal geen probleem. Dus ik ga gewoon op tijd aankomen. Ik ben 5:30 op de plek van bestemming. En dat is een mooie bestemming. Ik kom daar heel vaak. En dan kan ik de open haard aansteken. Dus dan ga ik lekker een glaasje wijn bij de open haard nemen. Wat dachten jullie daarvan? Dit is de plek waar ik de komende dagen zal vertoeven. Dit huis ligt aan een doodlopende weg, want hier eindigt de weg. Van mij, maar dat is van een vriend van mij, maar ik heb wel de sleutel, dus ik kan het altijd gebruiken. Nou, dat is handig toch? En dit afdak, dat heb ik van het voorjaar gemaakt en daar kan ik nu mijn auto onder zetten. Het haardvuur brandt. Lekker hoor. Ik mag trouwens graag genieten van het Franse leven. Ik ben momenteel in het huis van Dirk, dat is een goede vriend van mij.
Helaas komt hij hier zelf niet zo vaak als ik. Maar ja, dat verandert wellicht wel weer. Dit huis, daar liggen heel veel herinneringen voor mij. Ik heb hier veel beleefd. Ik beleef hier nog steeds veel. Prachtige wijnreizen gemaakt met vrienden. We hebben hier feesten gehad in de tuin, barbecues, noem het maar op. Het is, ja, dit is een plek die is voor mij zo belangrijk en zo dierbaar. Dat ja, ik vind het super dat ik de gelegenheid heb dat ik er gebruik van kan maken. En daarom help ik Dirk ook met het onderhoud van het huis en dergelijke. Want ja, hij kan wel een beetje hulp gebruiken en ik doe een beetje de tuin. En andere mensen die hier af en toe komen doen dat ook. Het is niet een huis wat verhuurd wordt. Het is gewoon familiebezit. En ja, dat ja, moet je toch onderhouden. En als je hier ver weg in Nederland zit, dan is het toch lekker af en toe als er andere mensen zijn die ook eens een handje toesteken. En ik zit hier lekker bij de haard. Was zo'n lekkere warmte, ja, dat houtvuur. En wat heb ik? Ik heb, ik had nog een, in de camper had ik nog een mooie Tempranillo. Een Rioja uit Spanje uiteraard. En we hadden het nog over trouwens, wat ik van de week over dat, wat zou ik niet meer willen missen. Nou, dit zou ik ook niet meer willen missen, deze. Dit is mijn Lariolmes, die heb ik hier, dit is een originele Lariol. Dat is geen neppert, dat is een echte. Die komt uit Frankrijk, die worden in Frankrijk gemaakt. En dit Lariolmes heeft ook een kurkentrekker. En dat is, die reist altijd met mij mee. Dat behoort vast bij mijn attributen. Ik heb hier trouwens wat kaarsen staan. Dit is een schapenkaas uit Spanje. Dit is een Pardano. Dit is een Goudse oude kaas. En dit is een Roquefort. En dan heb ik hier nog wat toast erbij. Ik dacht, ik ga me eens even verwennen in Frankrijk. Met een lekker stukje kaas en een lekker glas wijn. Om alle regen te vergeten. Nou, ik pak er een lekker glaasje bij dan. Ik zou zeggen, als jullie ook een glaasje hebben, proost. Iedereen bedankt voor het abonneren, liken en alle leuke reacties. En ik zou zeggen, tot morgen. En zoals Harry Mens zou zeggen, lekkere wijn.